Ja, de eerste overwinning is binnen, maar het heeft verdorie veel moeite gekost. Ja, het was inderdaad een moeizame overwinning hier. We waren nog dan goed gestart. We komen meteen 2-0 voor, maar we kunnen het niveau niet altijd aan. We spelen goed volleybal, maar met momenten is het een beetje minder en we laten in de match komen. En met Antwerpen ben je nooit klaar. Ja. Ik ging net zeggen, nogthans zeer goed gestart. Twee goede sets, maar dan ja, plots set 3 en 4. Ja. Het ritme eruit. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk ook, ons probleem is een beetje dat we het niveau nog altijd niet kunnen aanhouden. Hè. We spelen momenten heel goed volleybal, maar het is nog net niet consistent genoeg. En dat geeft dan ruimte om echt Antwerpen in een match te laten komen, zeker hier in het thuispubliek. En dan zijn ze heel gevaarlijk en dat hebben ze vandaag wel bewezen. Ja. Nu, de eerste twee sets werden wel gewonnen, dus ja, die nederlaag van woensdag ja, die zat niet meer in het hoofd waarschijnlijk. Nee, inderdaad, dat is vergeten. We hebben die match grondig bestudeerd. We moeten daarvan leren, net zoals het begin van de competitie. We moeten van alle fouten leren die we maken en dan kunnen we alleen maar sterker worden. Goed, volgende week eerste thuiswedstrijd. Dat is altijd uitkijken, zeker? Ja, natuurlijk. Eerste thuiswedstrijd na zo'n lange periode inactiviteit. Ja, nee, match om naar uit te kijken, sowieso. Merci.